Yes, we zijn weer live. Live vanuit ons eigen pand, niet meer vanuit huis, maar vanuit Koza. Oh ja, ik moest eventjes kijken, hoe dat, ja, kijk, zo is het leuk. Jullie zagen Renate al even zo. Kijk, nee, ze is uit beeld, maar ze komt zo nog wel even in beeld. Nee, je loopt nu aan de achterkant van de camera, dus dat gaat. Kijk, daar is Renaat. Hi. Hallo, Renaat. Die is bezig met het pakken van de bestellingen. Ik heb alles klaargelegd voor de live-uitzending van Zo Direct. En nu zei Max tegen mij, je moet even kijken waar de camera zit. Dus de camera in je toestel, want het lijkt net alsof ik de andere kant op kijk. Maar ik kijk gewoon recht naar het beeld, naar mijn scherm. Maar daar zit de camera niet. Dus als het goed is, kijk ik nu recht in de camera, maar ik weet het niet zeker. Nou, het maakt niet uit, denk ik. Ik ga jullie omdraaien. En ik geef nog eventjes een shot van onze ruimte en dan gaan we aan de slag. Daar gaan jullie. Hop. Kijk, daar is Renaat weer. Hier is de paktafel. Die op de beurs dus dienst doet als demo-meubel. Hier wordt door Max de demonstraties van de wax gegeven. Nou, voor de mensen die het nog nooit gezien hebben bij ons. Dit is even een korte shot van onze ruimte. Even een heel klein snel rondje. Onze stempels. Het is nog niet helemaal weer ingericht zoals het moet, maar we zijn een eind op weg. In januari hebben we open huis trouwens. Kijk, die zwarte borden die moeten nog even aangekleed worden. In januari hebben we dus open huis. 19 januari. En dan zijn jullie allemaal welkom hier. Hierachter is het magazijn. En hier worden jullie bestellingen gepakt. En nu gaan we hier de live-uitzending verzorgen. Ik ga jullie in de houder doen. Deze houder. Even kijken of ik dat goed doe. Een stukje die kant op, geloof ik. Zo. Klein beetje kantelen. En dan kan die ook nog, maar ik kan het goed zelf een beetje opschuiven. Ik wou zeggen, ik kan de camera verplaatsen, maar ik kan ook zelf opschuiven. Nou, volgens mij is alles zo netjes in beeld. Leuk dat jullie erbij zijn. Ik denk dat ik wel weer wat leuks heb bedacht voor vandaag. We gaan aan de slag met deze gave stempel van Tim Holtz. De Glorious Gatherings. En dit is een enorme stempel. Oh. En waarom heb ik deze gepakt? Omdat ik weet dat een heleboel mensen zich afvragen, wat moet je in vredesnaam met zo'n grote stempel? Dat ga ik laten zien. Deze fantastische stempel past op het blok wat is meegeleverd. Dit is een acrylic blok met gridlijnen. Dat is altijd fijn als je wilt uitlijnen aan je papier. En daar past hij keurig netjes op. Hoef je dus niks aan te doen, dat kleeft vanzelf. Oh, ja, ik heb hier een beetje last van schittering. De Glorious Gatherings wordt geleverd met 4 tekstjes. De Winter Wishes. Happy Holidays. Merry Christmas. En Season's Greetings. En ik heb met deze stempel een aantal voorbeelden gemaakt. Die ga ik zo laten zien. Of laat ik dat nu maar gelijk doen. Die voorbeelden heb ik gemaakt op achtergronden van Distress Oxide. Dus dat is gewoon een achtergrondje in de kleuren zoals je hem zelf leuk vindt. Ik werk meestal met 3 kleuren. En
met soortgelijke achtergronden heb ik deze kaarten gemaakt. Deze bijvoorbeeld. Hier zie je de stempel voor een groot deel gebruikt. Deze stempelafdruk heb ik gezet met Versamark, dus de gewone, de Versa Fine, dus de gewone zwarte stempelinkt van Versa. En daarna heb ik er Black Sparkle en bosempoeder over gestrooid. En dan krijg je die hele gave schittering erin, die zo mooi past bij de kerst. En ik zie dat het licht hier dat aardig goed weet te vangen. Ik heb hier Happy Holidays opgestempeld. Want deze kaart gaat naar mensen die met wintersport gaan. En dan kun je aan de binnenkant altijd nog zeggen gezellige kerstdagen en zo. Maar zo op de voorkant vind ik dit leuk. Deze is trouwens in twee kleuren gedaan. Maar dat kun je natuurlijk doen zoals je dat zelf wilt. De andere die ik heb gemaakt is in één achtergrondkleur gedaan, de Crushed Olive. En hier heb ik de bloem alleen een andere kleur gegeven. En daarna met witte lijntjes, met een gelpen, de randjes van de bloemen, van de bloemblaadjes, nog geaccentueerd. En ook hier zit die Black Sparkle embossingpoeder overheen. Kijk, en dat is dan wel weer mooi van video. Dan kun je een beetje je kaart bewegen, zodat het goed zichtbaar is. Want op een foto is dat bijna niet vast te leggen. Dus dat is nummer 2. Nummer 3 heb ik helemaal zwart-wit gehouden. Jullie zagen hem al liggen waarschijnlijk. Een zwart-witte kerstkaart, maar ook weer met die Black Sparkle erin. Waardoor hij echt bijzonder mooi is. Dus dit zijn een paar mogelijkheden die je kunt doen met die grote stempel. Maar er is meer. Wat ik namelijk hier heb gedaan, is alleen de... Ik zal hem er even bij pakken. De buitenkant van de stempel gebruikt. En heb ik dus rondom de kaart een stempelafdruk gemaakt. Met dus een deel van de stempel. En zo is die dus ook heel erg goed te gebruiken. En ook hier, en nee, ik moet even zeggen, dit heb ik gewoon gestempeld. En alleen hier in het midden heb ik weer de Black Sparkle gebruikt. En deze stempel die in het midden staat, die komt van... Even pakken. Vanaf deze set. Kijk, ik kan beter. Ja, goed, maakt niet uit. Deze set is van Creative Expressions. Met gewoon leuke, gezellige kerstwensen. Dus voor degene die er nog niet aan toe zijn gekomen om kerstgaten te maken of andere dingen, hiermee lukt dat heel erg snel. Dus dat is deze set. Dat ga ik voor de rest niet voordoen, want dat is nogal simpel. Wat ik wel voor ga doen, is een giftcard holder. Een tijdje geleden had ik een giftcard holder. En die vonden jullie geweldig. Maar die was dus ook in no time uitverkocht. Maar ik heb een nieuwe gevonden. En dat is deze. Ik heb er natuurlijk voor deze demo even een aparte cadeaukaart in gedaan. Of een cadeaukaart die ik gewoon had liggen. Of een, hoe noem je dat? Zo'n klantenkaart. Uiteraard kun je erin doen wat je zelf leuk vindt om te geven. Hier aan de binnenkant zit ook een van de stempels uit deze set. Have a wonderful Christmas. En het leuke van deze cadeaukaart is dat je hem helemaal plat kunt leggen. Dus hij gaat zo in een envelop. En de ontvanger kan hem
zo openvouwen. En de achterkant heb ik ook weer gestempeld met diezelfde stempel. Deze heb ik niet geëmbost, maar gestempeld op... Dan moet ik even nadenken, hoe heet ook alweer dat papier? Van Crafters Companion is het. Ik kom er eventjes niet op. Maar, zoals altijd, staan alle producten al in de webshop. Onder het kopje Facebook Live vind je straks het filmpje wat ik nu aan het opnemen ben. En daar staan ook de gebruikte producten. Maar dit is dus parelmoerpapier. Dat woord zocht ik eigenlijk, maar het heeft nog een andere naam. Renaat, weet jij dat toevallig? Nee, ik weet het niet. Oh, dat is jammer. Ik kan wel even kijken. Wil je even kijken? Ik kan er niet uitstaan dat ik niet op de naam kom. Renaat gaat even kijken. Die? Ja, het maakt niet zoveel uit. Het gaat niet om de kleur. Want die parelmoer, dat parelmoerpapier, geef maar even een paar als je wil. Centura Pearl. Centura Pearl. Dat was de naam die ik zocht. We hebben hem, kijk, Centura Pearl. En die heb je in verschillende kleuren. Dit is de ivoor, maar je hebt het ook in paars, in brons, in, nou, ik geloof dat we wel, ik weet niet hoeveel kleuren hebben. Kijk, dat is handig als iemand erbij is. In een mooie groene tint, in een mooie kerstrode tint, een kerstgroene tint, nou, afijn, kleurtjes genoeg. En het enige wat je dan dus eigenlijk hoeft te doen is de stempel erop af te drukken. En kijk eens hoe leuk dit kerstcadeautje is. Een variant erop ga ik nu maken, samen met jullie. En dat gaan we doen met... Oh, ja, met Gilding Wax. Ik wou zeggen, ik vergeet wat. Ik vergeet inderdaad wat. Even denken. Wat vergat ik ook alweer? Nou, het schiet me straks wel weer te binnen. Oh ja, ik weet het alweer. Die set, die gift card holder set, dat is deze set. En dat is een achtdelige set. Hier kunnen jullie gelijk weer zien hoe ik dat opberg. Dit is dus zoals het geleverd wordt. Maar wat ik dan zelf direct doe is een magnetic sheet erop plakken. Ik gebruik zelf altijd een rol. Daar knip ik op maat af wat ik nodig heb. En vervolgens kan ik daar de complete set op bewaren. En in zo'n hoesje doen van Avery L. Die hier ook wel ergens ligt. Ja, hier. Daar passen ze precies in. Zo. En zo ruim ik dat op. Die set bestaat dus uit 8 delen. Te weten... De buitenkant, de achterkant, die heb ik nu voor ons voorbeeld geëmbost. Jullie gaan het zo goed zien. En het leuke hiervan is dat die ook zeer geschikt is als basiskaart. Want dit is dus het uitgesneden deel en heeft de maat van een standaardkaart. Nou, met die afgeronde hoeken, ik vind hem helemaal leuk. Dan het deel wat zorgt voor de pup-up. Dus dit. Dat wordt in één keer uitgesneden met deze snijmal. En zelfs hier in het midden zitten dus die dingetjes, die gaatjes. En de vouwlijnen worden ook al gescoord, zoals dat heet. Dus die zitten er al in. Je moet ze alleen nog even wat meer... aanzetten, anders kun je hem natuurlijk niet zo dicht vouwen. Maar alles zit al in deze snijmal. Dan zit er nog bij een bloem met een achterkant, een mat zoals dat heet. De mat en de bloem. Uitgesneden ziet hij er zo uit. En wat daar ook nog bij zit,
is deze set. Het zijn er ook weer twee, een binnenkant en een achterkant. Dit is For You. Ik heb het al uitgesneden en zelfs geëmbost. Dit gaan we zo direct gebruiken. En wat we ook nog hebben is Thanks. En ook dit komt zo van pas. Dus hiermee heb ik de hele set laten zien. Die kan terug in de hoes. En dan gaan we met Gilding Wax er een stoere giftcard holder van maken. Ik ga deze keer de metaalkleuren gebruiken. En ik meng een basislaag aan van zilver. Je doet weinig wax op je vinger. Je haalt je vinger strak langs de rand van het potje. En begint met een lichte aanzet en in cirkelende bewegingen met het aanbrengen van de wax. Je brengt dus een dun laagje aan. Nu zit er nog maar weinig wax op mijn vinger. En nu ga ik terug naar waar ik al ben geweest. En nu zet ik wat meer druk. En dan kun je dus ook goed tussen de dieper gelegen delen komen. Want het is de bedoeling dat dit stukje papier verandert in een stukje metaal. Hier mag nog wel iets bij. Altijd zachtjes beginnen. Want ook al denk je dat er heel erg weinig aan je vinger zit, het is altijd meer dan je denkt. En je hebt echt maar heel erg weinig nodig voor het mooiste effect. Ik noem het altijd maar een therapeutische bezigheid, want het is echt zo rustgevend om te doen. Rondjes draaien, lichte aanzet beginnen. En vervolgens ga je je druk verhogen. Totdat er geen wax meer van je vinger afkomt. Denk ook aan de zijkant. Daar zit ook altijd nog wax. En de andere zijkant. Kijk, en nu ga ik echt hard eroverheen. De basis is nu klaar en als je dit mooi vindt, het is natuurlijk op zich al mooi, dan kun je het hierbij laten. Maar ik laat jullie zien hoe ik dan vervolgens te werk ga met andere kleuren. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ik pak gewoon nu de koper, dat kan ook een andere kleur zijn. En ik ga her en der, volkomen willekeurig, een tweede kleur aanbrengen. En dat doe ik ook weer zachtjes en met weinig wax aan mijn vinger. Dit was koper. Nu pak ik de brons. Dat ga ik dan weer aanbrengen op de plek waar ik net nog niet geweest ben met de koper. Dus ik fiets er nu een beetje tussendoor. Mag nog wel een heel klein beetje bij. En als laatste pak ik het goud. Ik zie overigens geen reacties, want ik ben weer mijn iPad vergeten. Maar vanavond lees ik alles na en zal ik reageren als nodig. En ook als niet nodig, als ik dat gewoon leuk vind. En dit is dus de manier waarop ik zelf het liefst met de wax werk.
Ik krijg op beurzen vaak de vraag, hoe heb je dat gedaan? Nou, neem van mij aan, in 9 van de 10 gevallen heb ik dat op deze manier gedaan. En die gilding wax is echt lastig op beeld, zowel live, dus via video, als via de foto. Want het lijkt nu, zie ik in mijn scherm, alsof dit allemaal vlekken zijn. Maar dat, in werkelijkheid is dat niet zo. Het loopt heel mooi in elkaar over. Zodat je eigenlijk niet kunt zien hoe het gedaan is. Goed, wij hebben het stukje papier omgetoverd in metaal. Dit stukje papier, de achterkant van de giftcard holder, komt hier omheen. Dus dit wordt de binnenkant. Deze is iets groter dan de binnenkant. Dus wat ik ga doen is dat randje ook nog eventjes voorzien van een laagje wax. Nou, laat ik maar gewoon goud doen. Het maakt niet uit. Dit is eigenlijk je mat. Zo. Kijk, zien jullie wat ik bedoel? Even kijken of ik dat goed in beeld krijg. Nu is dat randje ook mooi afgewerkt. En nu gaan we de binnenkant doen. De binnenkant is glad, daar zit natuurlijk geen relief op. En dat werkt eigenlijk op dezelfde manier. Ik ga brons pakken. Je moet alleen nog voorzichtiger zijn in je aanzet. En echt goed omdenken dat je weinig wax op je vinger hebt. En hier doe je precies hetzelfde. Je legt de kaart gewoon plat. En gaat ook weer in cirkelende bewegingen de wax aanbrengen. En ook hier bouw je de laagjes rustig aan op. Ik weet niet of iemand het gevraagd heeft, maar vast wel. Maak je tussendoor je vingers niet schoon als je van de ene naar de andere kleur gaat? Nou, nee, eigenlijk niet. Want ik vind het prima als het een beetje mengt. En bovendien is je vinger vrijwel schoon als je stopt met wrijven. Soms zit er nog een klein beetje aan. En als het dan mengt met een andere kleur, geeft dat alleen maar weer een mooi effect. Door het op deze manier te doen, lijkt het straks echt net leer. Ik gebruik nu de brons. En ik ga er sowieso nog een beetje zilver bij doen. Of misschien ook wel een beetje goud voor de verandering. Ik zal zo even kijken. Want dit is echt cool, dat je gewoon zo'n stukje papier kunt omtoveren in iets wat metaal lijkt. Of leer, het heeft ook wel wat weg van leer. En als leer en metaal natuurlijk wat totaal verschillend. Maar als je met de bronzen wax werkt, dan krijgt het wel wat weg van leer. Ik zal hem zo direct even wat closer doen. Ik denk trouwens dat ik hem zo laat. Ik vind hem wel mooi zo. En zo zie je dus dat als je een tweede laagje of een derde laagje aanbrengt, dat hij steeds een tandje mooier wordt. Dus stop ook niet te snel.
Kijk. Hoe mooi is dit? En wat ik jullie net al liet zien. Nu ga ik wel even trouwens mijn vingers schoonmaken. Zijn de onderdelen die erbij zitten. De bloem en de thanks en de for you. Die ga ik hierop doen. De bloem heb ik geëmbost met, hoe heet die? Fedigree van Ranger. En die heb ik, voordat ik hem ging stansen, voorzien van een laagje Stick-It. Stick-It zijn lijmvellen, hele dunne lijmvellen. Dat plak je op de achterkant van je papier voordat je gaat stansen. En dan kun je na het stansen het papier verwijderen en blijft de plaklaag op je stans zitten. Nu heb ik hem geëmbost. Dus er zit een hoop embossingpoeder tussen. Maar dat kun je zo wegdrukken. Je kunt het trouwens ook laten zitten als je dat mooi vindt natuurlijk. Maar ik ga het toch grotendeels weghalen. Ik vind het wel leuk als het her en der een beetje blijft zitten. Plakt een beetje. Maar kijk hoe mooi dit is. En ik denk als je het straks zo direct op die ondergrond van het brons ziet. Dat gaan we zo direct zien. Dat het een hele mooie combi is. Volgens mij is het wel prima zo. Nog een klein beetje aan de achterkant. En deze komt dan daar. Nou heb ik dit gisteravond al voorbereid, dus ik heb dat een beetje te lang laten zitten. Dat het beter gelijk kunnen opplakken. Nee, dat kon niet, want dan had ik het jullie niet kunnen laten zien. Dus mijn Stick-It werkt niet meer. Dat is jammer. Ik heb het te lang laten zitten. Het plakt nog wel, maar het plakt niet genoeg. Goed, dan pak ik gewoon even wat Tombow. Deze is leeg. En die breng ik dan het liefst gewoon aan met mijn vinger. Mijn plakvinger schoonmaken. Het woordje thanks heb ik trouwens geëmbost met de liquid platinum. En die
vind ik zelf erg mooi, omdat hij zo prachtig past bij de wax. Even kijken of ik deze een beetje goed eruit krijg. Want ook dit heb ik gisteravond voorbereid. Nou, dat is natuurlijk hetzelfde verhaal. Dat is niet zo gek. Als ik dit had geweten, had ik dit eventjes wat eerder gedaan, maar... Afijn. Het is een beetje gepil. Maar jullie zien wel wat mijn bedoeling hiermee was. En dan laat ik jullie toch eventjes het effect zien op de gilding wax. Want daar was het me eigenlijk om te doen. Hoe mooi die liquid platinum is in combinatie met de wax. Nou, this will do, zullen we maar zeggen. Kijk, hoe mooi is dit? Ik vind het echt een topcombi. Wat ik met de For You heb gedaan, en die gaat wel hierop. Er zit dus een mat bij, maar die gebruik ik nu niet. Deze heb ik geëmbost met de Enchanted Gold. En die had ik nog niet eerder gebruikt, maar ik vind het effect verrassend mooi. Ik vrees dat ook deze plaklaag van de Stickit niet meer genoeg is. Die Enchanted Gold, die heb ik trouwens om hem wat beter te kunnen laten zien, op een grotere oppervlak gedaan. Kijk. Hij is echt gaaf. Deze. Vond ik wel hier leuk. Maar dat doe ik straks. We gaan nu eventjes deze bevestigen in de achterkant. Oh, iets te enthousiast. Want, even kijken, waar is mijn doekje? Hier hoeft natuurlijk geen lijm op, want dit is het deel wat open gaat. Vouwlijn en vouwlijn. En zorg dan dat je hem, als je hem plakt, openlegt. Want als je hem plakt terwijl die dicht zit, krijg je hem van zo lang zal zijn leven niet meer open. Want daar is dan geen ruimte meer voor. Dus je plakt hem open. En vervolgens kan die zo dicht. Ik zal dit eens even weghalen. Dan kunnen jullie het misschien wat beter zien. Dus zo is het. Zo is die dicht. Ik heb hier trouwens de kerstembossing folder gebruikt van Nelly Snelle. Deze heb je ook in Gefeliciteerd en ook in Beterschap. En zo heb je dus eigenlijk altijd een geschikte embossing folder in huis voor wat voor gelegenheid dan ook. En hier kan dan weer een cadeaukaart in. En die For You gaan we dan nog boven doen. Maar dat doe ik wel eventjes off camera. Of die Thanks kun je gebruiken. Die past er ook heel erg mooi boven. Ik denk dat ik die erboven doe. Ik vind hem wel leuk erbij. Ik
Ik heb het idee dat ik er echt ontzettend snel doorheen ben. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dit is dus de giftcard holder. Annex kaart, pop-up kaart. Zo gaat hij in de brievenbus, in de envelop. En valt hij in de brievenbus. En de ontvanger kan hem dan zo openvouwen. Openvouwen. En hij blijft dan ook heel erg leuk zo staan. Even denken wat ik nog meer voor jullie had. Ik moest nog wat vertellen. Dat was het. En dat ga ik ook doen. Eerst nog eventjes over die grote stempel. Dit is de, zeg maar de najaars, de kerstuitvoering. Maar niet alleen kerst, ook natuurlijk gewoon voor de herfst. Er is ook een voorjaarsuitgave. De Glorious Bouquet heet deze. Dus deze is gewoon met allemaal bloemen, zonder herfstdingen, kerstdingen. Ook met allemaal leuke tekstjes. Ik vind ze bijzonder mooi. Mochten er mensen zijn, en die zijn er, dat weet ik, die over willen gaan tot het bestellen van iets, wacht dan nog eventjes, want er gaat, ik denk morgenochtend, en misschien vanavond al, een nieuwsbrief uit. En dat is deze keer een hele speciale nieuwsbrief. En waarom is die speciaal? Omdat ik morgen jarig ben. En ik dacht, wie jarig is, trakteert. Dus in die nieuwsbrief staan maar liefst 3 verjaardagscadeautjes. Speciaal voor jullie. En ik zou het dan toch jammer vinden als er mensen zijn die naar aanleiding van deze uitzending denken, oh, wat leuk, dat ga ik bestellen. En vervolgens morgen de nieuwsbrief krijgen met daarin leuke aanbiedingen die ze dan mislopen. Dat zou toch echt jammer zijn. Dus de nieuwsbrief gaat er, ik denk, wat ik al zei, misschien vanavond nog en anders morgenochtend uit. Morgen is dus mijn verjaardag. Hij is bijna klaar, maar ik moet nog eventjes de laatste hand eraan leggen. Waaronder het maken van een foto van deze. Die ik dus nog eventjes af moet maken. En ja, dat was het eigenlijk. Oh ja, ontvang je onze nieuwsbrief nog niet, geef je dan nog even snel op. Dat is wel handig. Dat kan via cosacreatief.nl/newsletter. Maar het kan ook gewoon via onze webshop. Dan ga je gewoon naar cosacreatief.nl. En rechtsboven zie je dan een soort tekstje staan met tips, aanbiedingen. Hou me op de hoogte. Ik wil alles weten over workshops. Ik weet niet precies hoe het er staat, maar dat zie je vanzelf wel. Rechtsboven in het scherm, daar kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. En vanaf dat moment blijf je dan altijd op de hoogte van dingen die ik live doe. Nieuwe producten, workshops die er gegeven worden, de open huis die eraan komt. Enfin, ik probeer er elke week een feestje van te maken. In de regel gaat die er 1 keer in de week uit. Heel soms tussendoor nog een keer. Heel soms sla ik een keertje over. Maar het is niet zo dat je gestalkt wordt met elke dag of om de andere dag een nieuwsbrief. Dat doen we niet en ik probeer er altijd iets moois van te maken. Dus dat over de nieuwsbrief, over mijn verjaardag, over de cadeautjes die we gaan geven. Wat dus in diezelfde nieuwsbrief staat en vanavond of morgen de deur uitgaat. Er staan aanbiedingen in die een week geldig zijn, die tot zondagavond geldig zijn. Ik weet het niet meer precies, maar in ieder geval heb ik geprobeerd om 3 leuke cadeautjes voor jullie te verzinnen. Ik hoop dat jullie ze net zo leuk vinden als dat ik het vind. Nog 1 opmerking over de muntjes. De boel stort hier bijna in, omdat ik dit weghaal. Voor wie het nog niet weet, bij elke bestelling die je bij ons doet, maar bij elke aankoop die je bij ons doet, dus of dat nu online is of op een beurs, bij elke 10 euro krijg je een muntje. Dit gouden muntje
is 50 cent waard. En die krijg je bij elke besteding van 10 euro. Dus als je voor, laten we zeggen, 10 euro of 20 euro 20 wat bestelt, krijg je 2 muntjes. Als je voor 32 euro wat bestelt, krijg je 3 muntjes. Dus dat is direct korting. Want met die muntjes kun je vervolgens weer betalen bij ons. Op een beurs, op een open dag, bij een workshop. Het enige is dat ze niet online te verzilveren zijn. Ze gaan dus wel mee met online bestellingen. Dus doe je een bestelling in onze webshop, krijg je ze gewoon netjes meegestuurd. Je mag ze opsparen. En als je er dan, weet ik veel, 10 of 20 hebt, laten we zeggen je hebt er 10, dan krijg je dus gewoon 5 euro korting van ons op je aankopen. Dat wilde ik nog eventjes kwijt over de muntjes. Die muntjes die haal ik links bij mij vandaan, want zoals jullie weten is dit de pakruimte. En dus staan ze daarbij. En verder hou ik het vanmiddag voor gezien. Ik ga verder met de voorbereidingen voor mijn verjaardag morgen. We hebben morgen ook de housewarming in ons nieuwe huis. Dat is een leuke combi. Ik ga jullie een heel fijn weekend wensen. En ik denk wel dat ik er volgende week weer ben. Maar misschien sla ik ook wel een weekje over. Nou, ik denk het niet. Waarschijnlijk ben ik er wel gewoon volgende week. En dan hoop ik dat jullie er ook weer zijn. Dank voor het kijken. En tot gauw weer. Dag!